Ik heb ze aan het begin van de avond voorgesteld. Ik ga het nog een keertje doen, even voor de helderheid. Faisal Ulaas is campagneleider bij Greenpeace. Rens van Tilburg is econoom en hoofd van Sustainable Finance Lab. En Matthijs Sinot is Tweede Kamerlid voor D66. Werd net ook al in herinnering gebracht. We gaan het hebben over een concept dat eigenlijk in Amerika onder bepaalde democraten echt knetterpopulair is. En dat is die New Green Deal. Jullie zijn al druk met water, maar ik ga toch aan jullie vragen, wat is dat dan eigenlijk? Wie wil dat aan mij uitleggen? Ik heb het hele document niet gelezen, maar ik weet wel in hoofdlijnen waar het over gaat. Ik zeg altijd haar naam verkeerd. Alexandria Ocasio-Cortez. Ja. Laten we AOC. AOC. Een hele jonge inspirerende. Zullen we gewoon AOC zeggen? Ja? AOC. Die naam gaat vaak. Volgens mij doen ze dat in Amerika ook, toch? Ja, AOC. Dat is goed gemaakt. Ja. Een hele charismatische, inspirerende dame die nu nieuw in het congres zit. Die is eigenlijk met een vrij alomvattend plan gekomen, waarbij ze zegt van onze elektriciteit moet in 2030 volledig duurzaam worden opgewekt in de VS. Wij moeten eigenlijk het roer volledig omgooien. Het is eigenlijk een soort van plan voor een oorlogseconomie. Ja. Om klimaatverandering aan te pakken, maar gelijktijdig ervoor te zorgen dat het bepaalde ongelijkheden op sociaal vlak, economisch vlak, maar ook op raciaal vlak gaat verminderen en terugbrengen. Ja. En ik heb het idee dat het niet zozeer het doel is van dit leg ik op tafel en dat gaan we nu per direct uitvoeren. Maar dat het vooral bedoeld is om eigenlijk de boel goed op te schudden en dit op de agenda te zetten. En er is iets heel interessants gebeurd. De Sunrise Movement. En dat is een soort van jongere grassroots beweging. Die heeft dat eigenlijk overgenomen. En die zijn op straat gegaan om daarmee campagne te voeren. Ja. En daardoor is dit enorm gegroeid. Ja. En we gaan een klein beetje terug naar het vorige gesprek. Want we hebben in het vorige gesprek heel erg over economische principes die doorcijpelen in de politieke agenda gehad. Ging het over zorg, ging het over onderwijs, ging het over de woningmarkt. Wat voor effect heeft dat gehad op het klimaat? Je bedoelt de effecten van het neoliberalisme op het klimaat? Ja, ik zit even te denken van wat heeft precies op het milieu, op het klimaat. Waarom is dan zo'n agenda nodig? Volgens mij is dat eigenlijk wel vrij helder. De goedkoopste manier om te produceren is vaak ook de meest vervuilende. Ja. Ook als het gaat om het uitstoten van CO2. Ja. En dat hebben we niet nodig in onze dampkring. Tenminste niet meer dan we nu er al hebben. Want dan zijn we de aarde aan het frituren. Is dat intrinsiek met elkaar verbonden, die manier van economisch denken en vervuiling? Voor jou? Nou, ik vind, kijk, wat heel belangrijk is, denk ik, is dat we als overheid zeggen, zo willen wij niet dat er geproduceerd wordt. Ja. En daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Iemand zei net van, de overheid pakt niks aan. En ik denk dat dat een heel terecht punt is, zeker als het hier om gaat. We hebben jarenlang ons van alles voorgenomen, maar het niet uitgevoerd. Daar moeten we echt vanaf. Want de toekomst van onze planeet is letterlijk in gevaar. Nou ja, niet de planeet gaat wel door, maar het wordt voor ons steeds lelijker om op te leven. Dus die ernst van de situatie die is inmiddels zo zeer dat ik vind dat de overheid er niet meer aan ontkomt om te zeggen, het verdienen van geld mag niet langer noodzakelijkerwijs gepaard gaan met het uitstoten van meer vervuiling, zoals CO2-uitstoot. Ja. En dat is precies dus het uitgangspunt. En nou zou je kunnen zeggen, is daar iets mis mee, hè? Het geld willen verdienen. Dat is inherent aan neoliberalisme. Dat is ook inherent aan bijvoorbeeld de doelstelling van een bedrijf. Nee, daar hoeft niet per se iets verkeerds mee te zijn, iets mis mee te zijn. Het is wel zo dat de klimaatcrisis, maar ook biodiversiteitscrisis, we kennen onlangs ook de rapporten, 1 miljoen soorten staan op het punt van uitsterven. Ja. Voor mij, en er is ook voldoende onderzoek die dat laat zien, dit zijn wel de excessen of eigenlijk het falen van een systeem. Ja. En moet je dan vervolgens dat proberen op te lossen door een beetje de scherpe randjes ervan af te halen? En ik denk dat dat gewoon niet heeft gewerkt, want dat hebben we wel geprobeerd. De scherpe randjes ervan af te halen, maar dat is gewoon niet voldoende. Nee. Rens, je bent econoom. Is dit, want zoals ik het heb begrepen, Mariana Mazzucato is een van de economen die AOC ook adviseert op dit onderwerp. En zij zegt eigenlijk ook in dit dossier, als je het hebt over zo'n New Green Deal, zo'n soort van deltaplan, is de overheid leidend. Is dat inderdaad slim?
Ja, kijk, Mazzucato die gaat heel leuk aan de haal eigenlijk met een economisch dogma. Wat je neoliberaal zou kunnen noemen, maar wat eigenlijk gewoon heel erg economisch geaccepteerd is. Namelijk dat er is een rol voor de overheid op deze wereld op het moment dat de markt faalt. He, dus zo denken economen van in principe doet de markt alles goed. Maar er zijn ook wel een aantal redenen waarom dat soms een beetje misloopt. Dan is er marktfalen. Ja. Nou, en dan mag de overheid ook nog eens een keer wat gaan doen. Ja. Maar er is namelijk ook nog zoiets dat het heet overheidsfalen. Ja. Dat is namelijk dat de overheid kan wel proberen die markt te corrigeren. Maar kan het ook lang niet altijd goed doen. Hè? Dus, en daar zijn ook weer hele boeken over volgeschreven. En eigenlijk langs die manier denkende is de rol van de overheid heel erg klein gemaakt. Ja. Nou, wat het interessante van Mazzucato is, die heeft eigenlijk een heel nieuw concept geïntroduceerd. Die zegt, die overheid die is er niet alleen maar om markten te corrigeren als ze, of te repareren. Maar die is er vooral ook om hele markten te creëren. En daar heeft ze dus in dat boek van haar over de ondernemende overheid, geeft ze allemaal voorbeelden van markten die er helemaal niet waren. Totdat een overheid zei van, hey jongens, eigenlijk is dit heel belangrijk voor ons. Mm-hmm. Wij gaan zorgen dat dit van de grond gaat komen, dat dit gaat ontstaan. Ja. Dat leidt haar naar de conclusie, die overheid die moet niet zo schichtig naar de markt kijken, maar die moet gewoon zelf bedenken, wat vinden wij dat er moet gebeuren? En dan ook gewoon met grootscheepse investeringen dingen van de grond kunnen durven te trekken. Ja. Maar zo ook heel terecht. De samenleving is er toch niet voor de markt. Het is toch andersom. De markt is toch een middel voor de samenleving om. Kijk, maar het denken, dat is natuurlijk zo. Alleen het economisch denken is wel dat de markt eigenlijk het beste instrument is om erachter te komen wat willen mensen en om daar vervolgens in te voorzien. Ja. Wat Mazzucato laat zien is dat er een heleboel ontwikkelingen niet zouden zijn geweest als niet eerst de overheid daar grootscheeps in zou zijn gaan investeren. De iPhone en. Precies, en dan is het leuke is dat eigenlijk haar voorbeelden vooral uit Amerika komen. Ja. We zien altijd Amerika als het ultieme marktsamenleving. Terwijl juist in Amerika zijn er een paar hele grote overheidsorganisaties op het gebied van de zorg, maar zeker ook op het gebied van defensie, NASA, waar de overheid gewoon heel grootschalig allemaal investeringen doet en daar vervolgens enorme markten mee heeft weten te creëren. Ja. En dat zou ook kunnen gelden ook voor bepaalde uitvindingen overigens. Ja. Telefonie en internet, GPS. Met name internet, komt uit het Amerikaanse leger, was Precies. dus nooit voortgekomen uit gewoon de markt. Ja. Dus dat belang van die overheid als eigenlijk, zij noemt dat volgens mij wel eens de overheid als durfkapitalist, zeg maar. Hoe groot is dat belang voor de groene transitie, zeg maar? Ik bedoel, ik herinner me dat Herman Wijfels zat bij Buitenhof en een paar jaar geleden riep hij op tot een soort van deltaplan voor de klimaattransitie. Is er iets als een deltafonds gekomen? Is er zoiets gekomen als wat Mazzucato voorschrijft? Het is er nog niet gekomen. Okay. Het zou wel kunnen dat het gaat komen. Al verwacht ik niet dat het er helemaal uitkomt. Er is namelijk ligt nu een wetsvoorstel in de Kamer om een InvestNL op te richten. Ja. Nederland is eigenlijk een van de weinige landen die geen nationale investeringsbank heeft. Ja. Dus als je kijkt naar de financiële sector, heb je allemaal private financiële instellingen. Ja. En eigenlijk in bijna elk land zit daar ook nog een nationale investeringsbank tussen. Ja. Die zijn bijna allemaal opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Hè, want toen moest er worden gewederopbouwd. Nou, dat kon je niet aan de private sector overlaten. Nee. Dus een periode dat er enorm veel overheidsinmenging in de economie was. Wat op zich vrij goed uitpakt op dat moment. Maar in de jaren 80, 90 is het overal een beetje in de versukkeling geraakt. Wij hebben onze toen als een van de eerste, want Nederland liep in de jaren 90, 80 aardig voorop met dat privatiseren. Dus wij hebben als eerste naar de beurs gebracht. Op zich waren ze dat in Duitsland bijvoorbeeld ook van plan. Maar toen kreeg je daar dat Oost- en West-Duitsland bij elkaar kwamen. En toen hadden ze weer een ontwikkelingsbank nodig voor Oost-Duitsland. Ja. En het mooie was in 2008, toen er dus de crisis kwam. Toen had Duitsland een hele sterke ontwikkelingsbank staan. Mm-hmm. En die was inmiddels al een beetje uitontwikkeld in Oost-Duitsland. Maar toen kwam die crisis en toen zijn zij dus ontzettend veel kredieten gaan verstrekken aan het MKB. En vervolgens ook aan de energiewende. Dus bijna alle duurzame energieinvesteringen in Duitsland, die hebben links of rechtsom, speelt die publieke investeringsbank daar een rol in. Ja. Dus het is wat dat betreft vrij dichtbij gebeurt het al grootschalig. Ja, en in Nederland en de vraag hebben is dus of we in Nederland nu dat InvestNL ook echt die rol durven te gaan geven. Ja, geleid door Wouter Bos, een grote investeringsbank. Ik las laatst in het FD dat er nu 33 mensen al werken die niets liever willen dan heel veel investeren in hele goede dingen. Maar het is toch nog niet gebeurd. Heb jij enig idee hoe dat kan?
Nou, volgens mij is er recent, het is niet mijn woordvoerderschap, maar er is wel recent over gedebatteerd. En volgens mij moet het heel snel komen. Ik ben wel bij een ronde tafelgesprek geweest in de Kamer waar Wouter Bos ook zat. Ja. En die deed het voorkomen alsof het een kwestie van maanden was dat we aan de slag konden. Ja, want dit kabinet is het groenste kabinet ooit. Wat het spannende is van wat mag InvestNL. Ja. En zoals het op dit moment in de wet staat voorgeschreven. Als Wouter Bos zich echt aan die wet gaat houden. Ja. Dan gaan we daar niet zo heel erg veel aan hebben. Okay. Want wat er wordt gezegd is eigenlijk twee dingen. InvestNL moet gewoon een normaal marktrendement gaan halen. Mm-hmm. Met andere woorden, kan dus geen dingen gaan doen die de markt niet zelf ook al zou doen. Ja. Dan kun je al afvragen, waar heb je hem dan voor? Hè? Want volgens mij heb je juist zo'n publieke investeringsinstelling, zodat die dingen kan gaan doen die de markt niet kan doen. Mm-hmm. Ja. En dan is er ook nog eens een keer bij gezegd van ja, je mag ook de marktpartijen niet voor de voeten gaan lopen. Ja. Terwijl je haast gedwongen wordt door die eerste eis om dat wel te gaan doen. Ja. Waardoor je dus ook al weet dat bijna alles wat ze gaan doen, zal er altijd alweer ergens een jaloerse financier zijn die zegt van hey, dat had ik eigenlijk ook al willen financieren. Die stonden ook al in de krant. Die zeiden van dit post, dit zit dus het soort van mazzucato denken, dat mist je wel een beetje. Oké, helder. Maar wacht, ja. Als we teruggrijpen, want we zitten nu heel erg op InvestNL. Een vorm van een investeringsbank, wat volgens mij heel goed is als die er komt. Maar als je teruggaat naar de Green Deal, hè, dus het voorstel van AOC. Dat gaat natuurlijk veel verder dan doe maar een grote investeringsbank. Dat is echt een alomvattend plan waar je eigenlijk het roer volledig moet omgooien in vrij veel sectoren. Maar ook op heel veel verschillende beleidsterreinen, wetgeving, ga zo maar verder. Als je kijkt naar klimaatverandering, je kunt gewoon de wetenschap erbij pakken. Binnen 10 tot 15 jaar moet het eigenlijk gewoon klaar zijn met het opstoken van fossiele brandstof, van kolen, olie en gas. Ja. Dat betekent een immense verandering in alle sectoren. Transport en mobiliteit, landbouw. Waar onze elektriciteit vandaan komt, in de energie-intensieve industrie, dus alle fabrieken waar staal, chemie en noem maar op vandaan komt, ga zo maar verder. Ja. Daar heb je gewoon, als je dat wilt doen in 10, 15 jaar, want dat is wat we nodig hebben om eigenlijk onder de 1,5 graden te blijven, althans om een redelijke kans te hebben. Je kunt iets langer wachten, dan wordt die kans steeds kleiner. Mm-hmm. Lijkt me niet heel slim. Dan moet je het erdoor omgooien. Dat kan wel. Kijk bijvoorbeeld naar toen wij de gasbel en Slochter hebben ontdekt. Mm-hmm. We hebben toen in minder dan 10 jaar... zowat alle huizen in Nederland aan de pijpleidingen gelegd. Hè? Mm-hmm. En we zaten op een gegeven moment allemaal aan het aardgas. Ja. Dat kan, als de politieke wil er maar is. Ja. En voor mij, toen ik eigenlijk kennis nam van de Green New Deal, kreeg ik een beetje zo'n soort gevoel erbij. Ik bestond toen nog niet, maar dat was wel een beetje de associatie die ik had. En dan is InvestNL één voorbeeld ervan, maar niet voldoende voor een echte Green New Deal in Nederland. Je vindt dus eigenlijk dat, als ik jou goed begrijp, dan moet in alle sectoren, politiek breed, moet er ingegrepen worden. Ja. Matthijs? Maar ik wil toch wel even... Kijk, die Green New Deal, dat is een mooie, mooie toekomstvisie. Maar laten we wel wezen, in Nederland zijn we wat mij betreft al een paar stappen verder. Want wat er ook in die Green Deal staat als een van de punten is, we moeten samen met bedrijven, samen met belangenorganisaties, moeten we ervoor zorgen dat we daar invulling aan geven. Mm-hmm. De overheid moet scherpe doelen stellen. Nou, wij hebben recent, is er een klimaatwet, die ligt nu in de Eerste Kamer, volgens mij wordt daar dinsdag over gestemd. Dat betekent dat we die doelen, die stellen we. 1-0 voor Nederland. Vervolgens zijn we, en daar is mevrouw Faiza Houlazen van Greenpeace zelf ook bij betrokken, druk met het opstellen van een ontwerp klimaatakkoord. Ik zeg er onmiddellijk bij, het is nog niet af, maar wel op een haar na. Mm-hmm. We zijn echt van plan om daar nu snel mee op de proppen te komen. Er moeten een aantal dingen beter, maar dat zijn heel veel voorstellen, precies zoals mevrouw Houlazen zegt, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van gebouwde omgeving, op het gebied van de industrie, om echt Nederland in de groene stand te zetten. Ja. Dus wij zijn in die zin al bezig, vind ik, in Nederland, om een flinke zwieper te geven aan die prachtige droom van mevrouw AOC. Eigenlijk doen we het gewoon al hartstikke goed. We pogen het, want dat is waar. Toegegeven, wij hebben een 49% doelstelling. Dus in dat opzicht heeft het kabinet ook wel stappen genomen. En vervolgens heeft het gezegd van beste partijen in de samenleving, we gaan jullie in een kamer douwen. En kom maar eens met dat plan om die 49% te halen. Dat is het Hollandse polderen. En daar hebben we ook aan meegedaan. Niet makkelijk, maar wel aan meegedaan. We zijn er nog niet helemaal. En het lastige daaraan is, en ik zal ook vertellen waarom.
Omdat als je allerlei partijen in een hok gaat zetten, dan zitten er ook partijen bij die daar geen belang bij hebben. Dan zitten er ook partijen bij die geen onderdeel zijn van die duurzame economie, van die duurzame samenleving. En toch wil je daar wel op via consensus uit proberen te komen. En dat is denk ik waar de kracht zit van het voorstel van AOC. Waarbij de regie van de overheid toch iets groter is, maar ook een visie durft neer te leggen. En dus ook een keuze durft te maken van, beste partijen, als jij geen onderdeel van de toekomst bent, er zijn nieuwe industrieën die we gaan bouwen. Er zijn nieuwe partijen die straks een onderdeel gaan vormen. Er gaan fossiele banen verdwijnen, maar per fossiele baan komen er 7 nieuwe groene banen voor terug. Dat betekent dat mensen dat gaan voelen, dat bedrijven dat gaan voelen, dat het dus ook pijn doet. En soms merk ik dat in het Nederlandse polderen we dat niet altijd even onder ogen durven te zien. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Is Nederland, we hadden het net ook al even over het akkoord van Wassenaar. Is Nederland, zijn we eigenlijk wel uitgerust voor zo'n overheid die zegt, kom maar mee, ik ga jullie laten zien welke kant op moeten. Nou ja, kijk, ik ga niet hier de overheid verdedigen, want ik zit in de Kamer om hem te controleren. Wel in het kabinet. Laten we dat voorop stellen. Ja. Ik kan wel zeggen wat wij belangrijk vinden. Wij zitten in dit kabinet om zaken te bereiken voor bijvoorbeeld het halen van de doelen van Parijs. Ja. Klimaatdoelen van Parijs. Ja. Nou, dan zeggen we ook, we moeten die doelen halen. We moeten zorgen dat iedereen mee kan doen. En we vinden het belangrijk dat grote vervuilers gaan betalen. Ja. Die drie dingen. Dat zijn voor ons de drie toetsstenen waarop wij die voorstellen zoals die nu liggen aan het controleren zijn. Ja. Als ik dan kijk wat er nu gebeurt. Het PBL heeft de boel doorgerekend. Daar hebben we hartstikke veel uit geleerd. Industrie heeft een onvoldoende gescoord, moet veel beter. Ja. Dus er wordt ook hard aan gewerkt. Heeft het kabinet gezegd, er moet de CO2-heffing komen. Dus ik vind dat er eigenlijk op heel veel terreinen echt nu schakels worden omgezet. Ja. Die precies ook doen waar mevrouw Oelaasen terecht op wijst. Voor iedereen moet wel kunnen meedoen. Want de vraag is hoe ver de overheid van plan is om daarin te gaan. Over een paar weken horen we precies wat de plannen zijn, volgens mij. Jullie weten er vast al meer van dan ik. Maar toen de doorrekening van het CPB kwamen, schreven voorzitters van ondernemingsraden, van onder meer Tata Steel en van chemiebedrijven, red onze banen. Dus hoe ver zou een overheid moeten gaan voor de droom van AOC ten opzichte van de banen die er nu nog zijn? Ja. Allereerst even dit, hè. De industrie roept al sinds het kinderwetje van Van Houten dat we heel veel banen gaan verliezen. Ja. En dan moet je dus, door dat argument moet je niet alleen laten gijzelen. Dat zou ik wel zeggen. Tegelijkertijd, maar dit waren de ondernemingsraden. Dit was niet Theo Hendra zelf. Dus het is ook geen apenkool. Nee. Maar het is ook wel niet, mee. Het is ook niet dus, zeg maar, alles. Maar wij vinden dat bedrijven moeten hier vergroenen. Ja. In plaats van dat ze ergens anders verder gaan met vervuilen. Ja. En dat kan. Als je nu kijkt naar de situatie voor Nederland, dan heb ik onder andere ook vaak van Greenpeace al over vernomen. En andere natuurorganisaties. Dan zie je dat bedrijven hier eigenlijk een aantrekkelijker belastingsituatie hebben dan in de ons omringende landen. Dus eigenlijk staan we een beetje voor. Dus wij kunnen al, als je het hebt over CO2-heffing, best wat de prijs omhoog doen. Ja. En dat gaat niet direct ten koste van heel veel banenverlies. Maar, en daarom zeggen we ook, het moet verstandig, je moet ook niet doorschieten. Want dan hebben ze wel een punt. Dan verliezen wij productie. Is er een soort van economisch heilige graal in te vinden? Nee, kijk, ik denk wat gewoon het hele goede is van het idee van de New Green Deal, is dat daar wordt dat groene en het sociale gewoon echt aan elkaar gesmeed. En dat is wat er denk ik helemaal verkeerd is gegaan het afgelopen jaar in Nederland. Is dat het toch met die tafels, dat waren allemaal een beetje de belanghebbende partijen die daar met elkaar plannen gingen maken. En de verontruste burger die dacht van wat gaat het allemaal voor mij betekenen, die zat daar niet aan tafel. Ja. Dus die kreeg uiteindelijk een pakket aangeboden, waar volgens mij inhoudelijk ook best het nodige nog op valt aan te merken. Om toch een klein voorbeeldje daarin te noemen. Als je kijkt van, want er zijn in allerlei sectoren die hebben daarin doelstellingen gekregen. En als je dan zou ik als econoom verwachten dat ongeveer zo gedaan is. Van nou, elke sector die krijgt een doelstelling afhankelijk van hoe goedkoop het is om daar maatregelen te nemen. He, want we willen uiteindelijk die energietransitie niet te duur maken. Nou, als je dan kijkt, bijvoorbeeld de landbouw is een sector waar ontzettend veel goedkope maatregelen te nemen zijn. Maar die hebben een hele kleine doelstelling gekregen. En dat is misschien allemaal niet zo raar met het CDA in het kabinet. En, hè, dat is dan wel verklaarbaar. Maar het gevolg is wel dat er dus in andere sectoren, neem bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, de huizen van de mensen, dat daar in één keer eigenlijk een forse doelstelling wordt gezet met dus hele dure maatregelen. Hey, ja, ik wil daar toch even op reageren. Want even voor het juiste beeld. Graag.
De doorrekening liet zien dat er bij de landbouw wel wat bij kon. Mm-hmm. Dat is ook gebeurd. Ja. Het kabinet heeft een brief geschreven. En de landbouw heeft volgens mij een forse vermeerdering van zijn doel gekregen. Niet volgens mij, dat is meer. Ik durf niet te zeggen verdubbeling. Maar er is wel een paar megaton bijgekomen. Wat we ook hebben gezien is dat het niet eerlijk verdeeld is. Dus dat bleek ook uit de CPB-doorberekening. Ja. Dus kleinere inkomens die relatief meer aan energie besteden, waren meer kwijt. Dus we moesten iets doen aan die energierekening. Dat was zo. Dat gaat ook gebeuren. Mm-hmm. Er wordt een verschuiving in lasten naar bedrijfsleven, grote industrie en minder voor de consument. Ja. En wat ik zei, die CO2-heffing voor de industrie, die komt er ook. Dus wel degelijk wordt er gekeken naar wat zijn de effecten hiervan. En dat vind ik mooi in ons systeem. Nu is de politiek aan het woord op basis van voorstellen uit het middenveld die hier en daar genoeg zijn, hier en daar te weinig. Dat blijkt uit onafhankelijke doorrekeningen. En nu is het aan de politiek om dan een aantal volgende flinke stappen te zetten. Maar Rens heeft wel een punt, want het is wel je moet het ook onder ogen durven zien. Kijk, als je echt... Soms heb ik ook het gevoel dat het kabinet die 49% heeft opgeschreven en vervolgens nooit heeft beseft wat het echt betekent. Dat betekent dat het roer echt om moet. En dat betekent dat ook de boeren dat gaan merken. En dat wil niet zeggen dat het slecht nieuws is voor de boeren, maar dat betekent dat er verandering komt. Mm-hmm. En daar kan je ze prima op weg helpen. Maar je merkt toch wel van, we zijn bang voor weerstand uit die groep. We zijn bang voor weerstand uit die groep. Dus willen we in Nederland dat het allemaal leuk en aardig blijft. Mm-hmm. En daar ontbreekt wel de visie, maar ook dus om de keus te maken voor echte transitie in verschillende sectoren. Maar Matthijs, dus eigenlijk, dat klopt, er zaten onvolkomenheden in. Dat bleek bij de doorrekening. Over 2 weken, als ik het goed begrijp, gaan wij horen dat die allemaal dan een beetje zijn. Wat ik ermee wil zeggen is dat het terecht is dat je in de landbouw kostenefficiënter kunt reduceren, CO2 terugbrengen. Maar, en dat daar ook dat die handschoen ook is opgepakt. En dat, notabene een kabinet met ChristenUnie en CDA, laten we zeggen, die daar veel achterban hebben. Ja. Toch hebben gezegd, we gaan het doel bij landbouw fors verhogen. Ja. Dat is winst. Ja. Maar ik blijf overigens van mening dat er nog te weinig in de landbouw wordt gereduceerd. Maar dat was een beetje een zijpaadje. Kijk, okay. Waar het me echt om ging, is dat het helder aan elkaar smeden van, we gaan een energietransitie in. Ja. En dat gaan we met z'n allen doen. Ja. En we gaan zorgen dat daar niemand buiten de boot gaat vallen. En inderdaad, want die hele discussie rondom die CO2-heffing. Ja. Daar stond Hans de Boer daar te roepen van 40.000 klimaatwerklozen. Ja. Er zullen mensen hun baan gaan verliezen door die energietransitie. Ja. Er staan alleen een hele hoop andere banen tegenover. Ja. En waar het over zou moeten gaan is van erkennen we gewoon dat die mensen hun baan kwijt gaan raken? Hebben we een plan hoe we ze gaan... Want voor de energietransitie staan ze te schreeuwen om mensen met een technische achtergrond die daarin kunnen meehelpen. Dus zo heel ingewikkeld moet het niet zijn om die mensen daar naartoe over te brengen. Mm-hmm. Maar daar moet je wel een plan voor hebben. Dus je moet dat wel benoemen. Je moet ook een duidelijk plan neerleggen waar de mensen vertrouwen in hebben. Maar de hele discussie gaat over van gaan daar 40.000 mensen hun baan kwijtraken of niet? En dan zie je dat toch heel veel politici die gaan ontkennen dat er überhaupt bij de hoogovens wel eens mensen hun baan kwijt zullen gaan raken. Ja. En dat is denk ik waar je vanaf moet. Je moet gewoon erkennen. Ik wil daar even op reageren. Maar wel een goed antwoord hebben voor die mensen. Nee. Twee dingen. Die banen die dragen bij aan een heel, op zich, ja, dat klinkt een beetje gek, relatief heel schone manier van bijvoorbeeld staal produceren. Wij hebben in Nederland een aantal bedrijven die schoner dan elders produceren. Dus op het moment dat we zeggen, die sluiten we hier, dan doen we niks voor het klimaat. Maar laten we gaan we ergens anders, gaan we die vervuiling voortzetten. Maar laten we even een ander voorbeeld heftiger nemen. Nee, maar dat is belangrijk, want er wordt hier de indruk gewekt dat je die banen wel even weg kunt tikken. En dan komen er 7 voor terug en dan is het allemaal opgelost. Pief, paf, poef, maar dat is gewoon niet waar. Nee. Wat telt, dat vind ik belangrijk. Wat telt is dat je wil echt winst boeken voor het klimaat. Dat is wat we willen, klopt, toch? Klopt. En als we echt winst willen boeken voor het klimaat... dan heeft het geen zin om over banen te spreken die hier goed en effectief en schoner produceren. Dan zeggen, nou ja, je hebt pech. Nee, dan kun je beter kijken, hoe kunnen wij hand in hand werken dat jij hier nog schoner gaat produceren? Ander voorbeeld te noemen. Kijk naar de kolencentrales. We weten, er zijn 5 al dichtgegaan. We weten dat de resterende in ieder geval binnen nu 10, 11 jaar dichtgaan. Komend jaar gaat er nog eentje dicht. Het heeft ongeveer 2 decennia geduurd, qua discussie, debat, campagne voeren, gaan zo verder, voordat we zijn gaan accepteren dat die dingen gewoon, dat die CO2-kanonnen gewoon dicht moeten. En dat die banen gaan verdwijnen. Mm-hmm. Dat taboe is er vanaf. Ook bij de mensen die bij de kolencentrales werken. Omdat die mensen, die zullen ook geholpen worden, die gaan op weg worden geholpen, die worden niet in de steek gelaten. En nu is het ook uiteindelijk geaccepteerd.
die acceptatie, we kunnen het ons niet meer veroorloven om dat bij andere sectoren te doen. Zelfs als je de staalbedrijf laat voor wat het is. Straks hebben we ook nog staal nodig. Prima, laat dat er maar blijven. Ja, het staal hebben we zelfs nodig voor al die windmolens. Kijk naar, ik geef het. You can have it. Have the point. Ander voorbeeld. Raffinages. Wij hebben 5 raffinaderijen in Nederland. Behoorlijk grote. De elektrische auto, de zelfrijdende elektrische auto, die gaat de boel op een gegeven moment overnemen. Een elektrische auto heeft 20 onderdelen, een verbrandingsmotor 2000 onderdelen. Nu al zijn er rapporten dat het binnen nu en een paar jaar de elektrische auto het gaat winnen van de verbrandingsmotor. Dus die industrie die gaat verdwijnen. De vraag naar benzine en diesel gaat enorm krimpen. Of ik het nou wil, als milieuactivist of niet, maar het gaat gewoon verdwijnen door technologie, door andere ontwikkelingen en door klimaatbeleid. Dus we kunnen net doen alsof het niet gaat gebeuren en ons laten gijzelen bij de klimaattafels door die bedrijven. Of we kunnen het gewoon onder ogen zien, het meenemen in de visie en zeggen, jongens, daar gaan we gewoon voor een oplossing. We gaan voor een oplossing komen en we gaan investeren in een duurzame economie en nieuwe banen creëren. Kijk, hier vindt mevrouw Olaassen mij helemaal aan haar kant. Want voor mobiliteit zeggen wij, hebben wij altijd gezegd, je gaat accijnzen ga je verliezen. Simpelweg omdat mensen meer elektrisch gaan rijden. Ik heb het over de banen in de fabrieken. Ik heb het over de energie. Nou, zelfs daar zeg ik. Nou, heel over de Shells, de BP's, de ExxonMobil's die in Rotterdam moet dat schone lucht, daar kunnen mensen niet voor kiezen. Maar je kunt wel zorgen dat mensen zo schoon mogelijk vervoer kiezen. En dan dat is dus een belangrijk argument om te zeggen, we gaan ook op dat terrein zorgen voor meer schoon vervoer. Bijvoorbeeld waterstof elektrisch. En elektrisch levert minder onderhoud op. Dus dat betekent banenverlies. Maar er staat ook weer andere banen tegenover. Omdat dat zijn een soort computers op wielen. Ja. En we kunnen hier bijvoorbeeld zonneauto's maken met een elektrische auto. Lightyear is een nieuw bedrijf. Wat daarin. Stel je voor dat we hier gewoon weer autoproductie gaan krijgen. Dan krijg je hele nieuwe banen. Maar even los van de concrete voorbeelden van elektrische auto's tot een Tata Steel. Een van de rode draden in de avond is een leidende rol van de overheid. En wat we hebben gezien bij de energietransitie is dat de overheid zegt, op zijn Nederlands, we brengen het terug naar de polder. Is dat afdoen of zeg jij, uiteindelijk moet een kabinet het weer helemaal zelf. Kijk naar afgelopen jaar. Kijk, het heeft bijvoorbeeld gewerkt bij wat kleinere onderwerpen. Hè? Mm-hmm. Specifiek op sociaal-economisch vlak, niet altijd. Het energieakkoord in 2013, dat ging echt specifiek toen over de windmolens en kolenstraals. Ik maak het nu even heel plat. Het klimaatakkoord nu, dat gaat over 5 sectoren. Dat gaat gewoon over een transitie in de hele samenleving. En dat hebben we gepoogd. Alleen je merkt toch wel dat de oude wereld zit erbij. Mm-hmm. Ook andere belangen die geen zin hebben in die transitie, die daar niet bij gebaat zijn, die trappen dan om de rem. Dus de vraag is, hoe hard moeten wij dan nog ons best doen om die binnen boord te houden en blij te houden? Als die geen onderdeel zijn van de oplossing. En daar zit het hem, in hoeverre durf je een keuze te maken. En daar moet je denk ik niet altijd neerleggen bij die partijen. En daarom heb je ook wel een sterke overheid nodig die zegt, jongens, maar toch gaan we wel deze keuze maken. Ja, Rens? Ik ben maar een simpele econoom, dus ik zal me niet al te veel kennis van de techniek aanmeten. Maar wat ik begrijp van mensen die dat wel hebben, is dat die zich wel over een aantal grote keuzes die gemaakt zijn aan die tafels enorm verbazen. Denken van, joh, dat is eigenlijk helemaal geen logische keuze. Ja. Het komt wel een aantal partijen goed uit die toevallig aan die tafel zaten. Ja. Mm. En daar wreekt zich denk ik wel inderdaad dat we een overheid hebben die zich de afgelopen decennia eigenlijk enorm heeft uitgekleed wat betreft gewoon eigen expertise. En daardoor het dus ook heel moeilijk kan nu om in zo'n energietransitie te zeggen van, nou eigenlijk is dit en dit en dit de handigste manier om dat te gaan doen. Mm-hmm. En daar gaan we met het beleid ook op sturen. Mm-hmm. En dus dan wordt er toch een beetje gekozen voor de polderoplossing. Ja. Ja, en dan krijg je dus toch al gauw suboptimale oplossingen. Niet voor de mensen die aan tafel zitten, maar wel voor het geheel. En daarmee uiteindelijk ondergraaf je toch ook wel het draagkracht. Want dan wordt het relatief makkelijk voor mensen die überhaupt tegen de energietransitie zijn, om te zeggen van, joh, wat zijn daar nou weer voor rare keuzes gemaakt? Ja, Matthijs, suboptimaal? Ja, we hebben het gehad over neoliberalisme en de keuze in de jaren 90 die iedereen toen voor applaudisseerde. Ja. Kijk, je doet het met wat je nu weet en zo verstandig mogelijk. Mm-hmm. Wat ik goed vind aan de klimaatwet is dat er wordt gewerkt met 5-jaar plannen. Ja. Die ook elk jaar kunnen worden geëvalueerd. We moeten het even uit elkaar houden, want de klimaatwet is wat er nu, volgende week, voor de Eerste Kamer gaat. En het klimaat, het hangt samen, maar anders raakt iedereen de draad kwijt. Sorry. En het klimaatakkoord, dat is wat in maart is doorgerekend en waar ze over een aantal weken met concrete voorstellingen, invullingen van de klimaatwet gaan komen. Ja, kijk, de wet gaat over het wat en het hoe. Gaat over het wat en het proces. Ja. Dus wat willen we bereiken? Ja.
Dat doen en we. Hoe gaan we dat jaarlijks ook politiek controleren of we dat doen? Dus er zit ook gelijk jouw punt van, is het suboptimaal? Dat kun je vrij snel bijsturen. Dat vind ik elegant. Okay. Het tweede punt is de hoe-vraag. Nou, daar hebben we nu niet zomaar een tekentafelwijsheid. Mm-hmm. Voor 5 sectoren vanuit de ministeries. Dat was onmogelijk geweest. Dus ik vind dat er de best denkbare optie is gekozen. Namelijk zoveel mogelijk partijen er zinnige dingen over laten zeggen. En terecht. We zijn er nog niet. Daarom hebben we er ook debatten over binnenkort. Ja. En kan er nog worden aangescherpt. En daarom is het goed dat we die debatten de komende jaren blijven houden. Ja, precies. De rijen worden steeds groter. Ja, de rijen worden steeds groter. We komen echt zo bij ik jullie. Zal, want ik, we zal zijn... ik ben bij mijn laatste vraag. Bij de aankondiging van dit kabinet werd ons beloofd dat dit het groenste kabinet ooit zou worden. Zijn we goed op weg? Ga ik toch bij jou beginnen? Want jij... Ah, dat vind ik leuk. Ja, de rest mag straks schieten. Ja. Nou, ik vind wel, we moeten wel gaan leveren. Okay. Dus er zijn een aantal dingen gedaan. Maar de grote klap moet natuurlijk wel gaan komen met het sluiten van dat klimaatakkoord. Ja. En dat moet gaan doen aan de 3 voorwaarden die ik net gezegd heb. Hè. We moeten de klimaatdoelen halen. Nou, dat is nog niet helemaal het geval. We zijn in Noord-Frankrijk, nog niet in Parijs. 2 is, we moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. En 3 is, de grote vervuilers moeten gaan betalen. Ja, helder. Begin juni slaan we de klap, als mij ligt. Ja. Faiza, groenste kabinet ooit? Nou, dat was niet heel ingewikkeld, want al die kabinetten daarvoor waren toch niet heel groen. Dus, ja, maar dat toegegeven, jullie zijn het goedste kabinet ooit. Ja. Er zijn een aantal mooie beloftes gemaakt, maar die moeten nog wel echt worden waargemaakt. Ja, ja, helder. Ja. We gaan naar de vragen, want er staan al mensen al heel lang te wachten. Ik weet niet wie er als eerst was. Stel vooral je vraag. Ja, ik hou van een positieve framing. Ik ben een optimist van huis uit. Maar de media in deze casus hebben een belangrijke rol. Wat er natuurlijk gisteren met de politieke verhaal is gebeurd, is niet geheel los te zien wat hier natuurlijk vanavond wordt besproken. Dat hier aan tafel en vanavond in de zaal hebben we het ervoor over om ons terrasje in te ruilen voor een avond hier. Zeer gewaardeerd. Samen hier. Maar er is een grote groep buiten die hier vanavond natuurlijk niet aanwezig is. En waar een diep gewortelde frustratie en irritatie en een opstapeling van ellende zit. Die zich uit in een politieke verschuiving in het politieke landschap. Ja. Wat natuurlijk niet los te zien is van dit soort vraagstukken die vervelende boodschappen gaat zijn voor diezelfde mensen die werken bij die bedrijven die mogelijk slachtoffer gaan worden, een soort van slachtoffer gaan worden. Hoe gaan we die in perspectief bieden? Wat Rens net zei, ben ik het mee eens. Dat was een beetje in het verlengde van mijn vraag. Van hoe gaat de media hier een rol in spelen? Want de Telegraaf maakt gehakt van je. Mm-hmm. Die zegt van energietax, we worden gepakt, auto wordt de stad uitgejaagd. Terwijl eigenlijk in feite doen we niks anders dan de doelstellingen halen, waar we het hier vanavond over eens zijn. Yeah. Maar ja, die krantenkoppen, die worden gelezen door die mensen waar het wel over gaat. Yeah. Hoe maken we hier toch een positief verhaal van? Want ook het verhaal van die pijpleidingen toen de gasbel gevonden werd. Ja, toen werd het ook positief in de krant gezet van we gaan over op, in plaats van kolen gaan we op gas. Het lijkt me een vraag voor jou. Het zit hem deels in, daar ben ik wel met je eens, deels ook in de positiviteit. Ik vond het ook heel ongelukkig dat bijvoorbeeld kabinetspartijen als VVD en CDA, die zelf samen met jullie met de 49% zijn gekomen, het vervolgens heel erg zijn gaan ondergraven, het klimaatakkoord. Dan denk je, ja, je organiseert ook je eigen rebellie in de vorm van Forum. Toen ook bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het zit hem ook in hele concrete aanpak. Dus die energiebelasting, die kan je ook gewoon eerlijker maken. Nu wordt een groot deel van de energiebelasting opgebracht door burgers en MKB. Waarom niet grote bedrijven die we volledig ontzien? He, dus er zit, ik ga niet helemaal mee in de krantenkoppen van de Telegraaf, maar er zit wel een kern van waarheid in. Bepaalde dingen toch wel een stukje eerder kunnen. En dan kan je ook het draagvlak behouden en verbreden. En daaraan toevoegend, ik denk op zich dat CDA en VVD gingen zeggen, joh, er zitten ook gevaren aan die energietransitie. Prima, maar dan moet je inderdaad, want je wil wel die 49% halen, dan moet je ook meteen met een oplossing zelf komen. Hè? En dat vond ik zo jammer, dat ze niet zeiden van, en dus gaan we dat grootschalige sociale, het onderwijsproject starten wat hierbij hoort. Hè, dat miste ik heel erg in dat verhaal. En ik voorspel dat zolang dat niet gewoon goed op tafel komt, en dan moet ik toch heel zeggen dat ik jouw inbreng net een beetje jammer vond, want je deed eigenlijk precies wat ik dus zie gebeuren. Hè. Een soort van ontkennen. En dat gaat me niet over puur Tata Steel. Maar uiteindelijk, er gaan gewoon banen verdwijnen in die transitie. Hè. Of dat nou bij Tata Steel zal zijn of elders. En wat ik dus denk is dat we dat veel meer moeten erkennen. En daar gewoon een groot programma omheen gaan bouwen. Zodat de mensen daar niet bang voor worden. Maar dat ze ook allemaal gaan zien van, joh, dit is nou eenmaal wat er in de wereld gaat gebeuren. Maar ik word in ieder geval bij de hand genomen. Ik word geholpen om
ook in die wereld na die energietransitie nog steeds een goede boterham te kunnen verdienen. Kunnen we in het, ik ben ondernemer, dus ik hou van ik hou in de energiesector, in een nieuwe energiesector, zou ik het zo zeggen. Een symbolische, niet de krantenkop, maar een vacature tekst maken voor alle mensen in de fossiele industrie. Want dat is geen makkie, want ook in de bankenwereld toen dat gered werd door belastinggeld, was ook geen makkie waar vrienden van mij werkten. Op een verjaardagsfeestje te vertellen dat je in de bankenwereld werkte, was geen pretje. Nog steeds niet, want ja, dat is ellende. Nu hetzelfde met de fossiele wereld als je daar werkt. Is geen pretje om te vertellen dat je met dingen bezig bent die uitgefaseerd gaan worden. Kunnen we niet een vacature tekst maken met exact het aantal mensen die er nu erin werkt, zeggen van bied ze meteen een baan aan, inclusief omscholing, om in een nieuwe sector te komen werken? Matthijs, jij bent ook ondernemer, dan moet je aanspreken. Ja, ja. Ik, regelmatig staat ook in het nieuws, dan niet in de vorm van een vacature, maar wel dat er recent was dat er voor elke verloren baan in de fossiele, bijvoorbeeld in de kolenindustrie en elektriciteitsproductie, dat daar dan 7 schone banen tegenover staan. Dus dat soort nieuws, dat zou best vaker ook in de berichtgeving, maar ook in de berichten van de politici meer prominent kunnen zijn. Ik ben het er ook mee eens dat je wel eerlijk moet zijn. Het is niet, kijk, wat ik net deed was duidelijk maken dat je niet zomaar kunt zeggen deze banen die kunnen we wel verliezen en dat accepteren. Wat ik wel vind is dat we wel moeten erkennen dat er banen verloren zullen gaan. Zoals er altijd. We gaan ook niet meer met de postkoets. Dus dingen veranderen. We zijn een economie in een omslag. En daar hebben we veel meer nodig. Mensen weten niet wat ze hebben. Ze weten wel wat ze hebben, maar niet wat ze krijgen. En dat is hier natuurlijk heel evident. Je hebt het gevoel dat ze morgen je gasketel uit je huis komen slopen. Dat je overmorgen een elektrische auto moet rijden. En het geld staat niet op je bank. Nou, die angst, daar moeten we ze op een of andere manier uitzien te halen. En de positieve voorbeelden veel meer naar voren laten. En die zijn er zat. Er zijn zat mensen die ik spreek. Ik kom in allerlei, mag bij allerlei huisbezoeken komen. Van mensen die juist trots laten zien dat ze bijvoorbeeld 7 tientjes goedkoper energielasten hebben. En hun hele huis is energie-neutraal. Ja. En dat kan. En dat was een meneer van 72 en die kon echt niet bakken met geld lenen. Die kreeg gewoon, er zijn al heel veel mogelijkheden. Maar mensen kennen de weg niet. Een ander voorbeeld, als ik nog één ding mag zeggen, is ik was in Leusden. En in Leusden, daar hadden ze een grote flatgebouw. Maar dat waren allemaal aparte, particuliere appartementen. Maar die mensen die hadden niet zoveel te besteden. En toch zijn al die huizen naar energie neutraal gebracht. Ze hebben 93 keukentafelgesprekken gedaan met die mensen. Verschillende gesprekken. En echt kijken, oké, de belofte was niet je gaat van het gas af. De belofte was, je gaat comfortabeler wonen tegen gelijkblijvende of lagere woonlasten. En dat hebben ze in 93 keer hebben ze dat ook echt waargemaakt. En die mensen die zijn gewoon hartstikke tevreden. Ja. Dus wat je nodig hebt is het virale effect van dat soort voorbeelden. Zoals toen ik begon 10 jaar geleden te schrijven dat zonnepanelen een betere investering waren dan geld op je bank laten staan. Omdat ze het beter, je geld beter af was op het dak. Zei iedereen dat ik van lotje getikt was. Behalve Greenpeace, moet ik eerlijk zeggen. En inmiddels is dat gewoon, weet je wat, buren zijn elkaar gaan aanstoten. En die dingen die zijn gewoon, zeg maar, viraal de daken opgegaan. Ja. Nou, dat hebben we nog niet te pakken. Maar de technologische ontwikkeling helpt ons in de richting. De kostendalingen zijn spectaculair en we moeten zorgen dat mensen het vertrouwen krijgen dat dit iets is wat we samen kunnen. Ja. Ik geef naar die mevrouw daar, want die staat ook al heel lang heel netjes te wachten. Ja, laten we het hebben over die mensen die niet aan die keukentafel willen gaan zitten. Die mensen die niet in Leusden wonen, maar in Almere. Die mensen die in Groningen wonen. Een gebied waar ook heel veel banen zullen gaan verdwijnen met het gas. Mensen die horen dat ze in de wijk komen te wonen, waar die van het gas afgaat. Als je die mensen wilt geruststellen, als je die mensen het vertrouwen wil geven, geef ze dan ook een alternatief. En dat kost geld. En het idiote vind ik, dat we hebben nu te maken met een doorrekening van een klimaatakkoord, waar het stoer is dat het maar 2,5 à 3 miljard gaat kosten. Het gaat vele malen meer kosten. Als je ook al die kosten mee gaat nemen die mensen moeten gaan uitgeven aan isolatie, aan elektrische auto's, aan een warmtepomp of een andere oplossing voor warmte in een gasloze wijk. Die kosten zou je ook op je kunnen nemen als overheid. Nu heeft de overheid afgelopen dinsdag 6 miljard opgehaald. Met green bonds. Met de groene obligaties van de Dat geld Hoekstra. Gaat volgens Hoekstra uitgegeven worden aan alleen maar staand beleid. Sterker nog, met terugwerkende kracht. Met dat geld gaat zometeen de fietsenstalling op Utrecht Centraal betaald worden. Ja. Die er al ligt. Waarom gebruiken we dat geld niet, samen met een deel van de meevallers, 11 à 12 miljard van dit jaar alleen, om eens een keer mensen wat aan te bieden?
In de tijd kwam de overheid in eind 50 jaren achter mensen hun voordeur om het fornuis aan te passen. Ik denk dat deze vraag voor Matthijs is, of niet? Ja. Ja, ja joh. Ja. Matthijs is nu de overheid. Geld uitgeven. Je bent nu het kabinet, ja. Nou, kijk, wat ik heel erg eens ben, is dat je mensen wel een serieus de mogelijkheden moet bieden om die stappen te zetten die ze op enig moment moeten gaan doen. We hebben het er niet over gehad, maar we zijn bijvoorbeeld bezig met een wijkgerichte aanpak. Dat is een van die... Ja. Dus dan gaat per wijk word je dan mee op stap genomen om je huis in één keer te verduurzamen. Nou, er zitten mensen die dat kunnen betalen, maar er zitten ook genoeg mensen, en daar ben ik helemaal mee eens, die dat niet kunnen betalen. Wat ga je daarvoor doen? Ja. Daar die vraag stel ik heel vaak. Mm-hmm. En het antwoord waar we op dit moment op staan, is dat voor een deel verdien je terug. Dus mensen die in staat zijn om te lenen, die moet je goedkoop kunnen laten lenen. Mensen die niet kunnen lenen, die zou je kunnen helpen met iets als een gebouwgebonden financiering. Ja. Dus dat de lening niet aan de persoon zit, maar aan de woning. En de woning is dan het onderpand. Zo kunnen zij dan. En je kunt dan ook daar hele aantrekkelijke leningen voor maken. En dan is er ook nog zoiets als, ja, maar ik heb nog steeds het geld niet. Daarvoor wordt ook iets van een woonfonds of iets dergelijks ingericht. Ja. Maar er wordt dus druk aan gewerkt om ik ben even de mevrouw kwijt. Dit daar, maar, daar. Er wordt druk aan gewerkt om precies die vraag te beantwoorden. Maar laten we niet vergeten, het is wel een verbouwing waar je ook wat aan overhoudt in de vorm van een lagere energierekening. Dus er zijn ook terugverdienkosten. Maar als ik de vraag is, kunnen we nou niet als overheid, want dat was ook een beetje het verhaal van vandaag. Ja. En dat is ook het verhaal achter EOC. Ja, ja. Die rol van die overheid. Durft die overheid weer duidelijk een keer richting te geven. Ja. Ook die investeringen te doen. Ook zekerheid te bieden aan die mensen die hun baan gaan kwijtraken. Want er gaan mensen pijn krijgen. Als we het hebben over boeren, dan kun je hele kleine tweaks gaan doen. En eindeloze subsidies blijven geven, zodat ze natuurinclusief zijn. Of je kunt ze in één keer uitkopen. Kost geld. Ja. Even naar Rens, want die wil hier graag ook iets... Ja, want het is een aspect van dat Amerikaanse plan waar we nog niet echt over gehad hadden, is hoe ze dat wil financieren. Ja, dat en dat is in Amerika iets meer een issue dan hier, want daar is al een heel groot overheidstekort. Ja. En zij wil dat monetair financieren, dus zij wil eigenlijk dat de centrale bank daar gewoon extra geld gaat drukken. Dat is iets wat in Europa ten tijde van crisis, zoals de afgelopen jaren in de eurocrisis, ook is gebeurd. Ja. En eigenlijk is dat een hele grote gemiste kans geweest dat we dat geld toen niet in die economie hebben gebracht en in die energietransitie. En dus ik zal even de techniek achterwege laten, maar dat geld is eigenlijk allemaal in de financiële markten gebracht en heeft maar heel beperkt de echte economie bereikt. Dus ik denk dat dat een hele goede is voor als we weer in een problemen komen met de euro. Maar ook op dit moment is het natuurlijk zo dat de Nederlandse overheid ontzettend goedkoop aan geld kan komen. Ja. Bijna voor niks. En tegelijkertijd zijn er allemaal mensen die moeten investeren. En als die geld willen lenen, dat kan ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar het kost dan wel een heel stuk meer. Ja. Dus als je iets kunt verzinnen waardoor je dat die kracht die de overheid eigenlijk heeft om gewoon heel goedkoop geld te lenen, om dat veel directer in te zetten waar de mensen er wat aan hebben, dan ben je echt gewoon heel veel geld aan het besparen. Ja, precies. Ja, ik moet je even ontbreken, want er staat nog één meneer en daarna, want we hebben nog meer gasten en die wil ik graag ook aan het woord laten. Wat was uw vraag? Ik heb twee vragen. En dat komt omdat ik de hele discussie hoor als, laten we zeggen, optimistisch. Mm-hmm. Want we zijn alle mogelijke dingen aan het doen, maar het is vooral praten. En het laaghangend fruit, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de auto's te verminderen, durft deze overheid niet aan te pakken. Mm-hmm. Het lijkt wel alsof de overheid niet sterk genoeg is om zelfs dit soort eenvoudige maatregelen af te dwingen. Ja. Dat vind ik heel raar. En dan vind ik zo'n discussie over dat fonds, denk ik van nou, dat kunnen ze helemaal niet. Dat, als ze dit al niet kunnen. Ja. En een tweede punt is, wij zijn nu al jarenlang bezig om te praten over Groningen. Er moet geïnvesteerd worden, er moeten snelle maatregelen genomen worden. Ja. Daar moet geld voor gereserveerd worden. Het is al ettelijke keren toegezegd dat daar enorm veel geld naartoe gaat. Maar Wiebes zegt dan dit aardbevingje. Ja. Zo gaat de overheid om met een deel van Nederland die langzamerhand zich niet meer een deel van Nederland voert. Ja. Daar zou je ook een sterke overheid voor moeten hebben om dat op te lossen, denk ik. Daar lukt het niet. Waarom zou het dan wel met deze maatregelen lukken? Ik geloof er niets van. Oké, ik ga niet meteen naar degene die in de overheid zit. En dat doe ik de hele tijd. Ik ga naar iemand die er niet in zit, de activist. Heb jij het vertrouwen dat de overheid dat toch kan? Ondanks deze terechte tegenwerpingen? Ja, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld
auto's, snelheid, hè, de heilige koe is heel belangrijk voor de VVD. En soms denk ik van ja, breek daar eens een keertje mee. Ja, het afbreken van volksvesting was ook heel belangrijk voor de VVD. En dat hebben ze gedaan. De minister van Binnenlandse Zaken heeft 5 jaar geleden ongeveer een feestje gevierd op het ministerie omdat de laatste afdeling voor volksvesting opgeheven werd. Daar is letterlijk drank geschonken om dat te vieren. Dus dit is maar de vraag de was, overheid. Hebben we vertrouwen dat de overheid dit soort grote transities, want dat is een hele relevante vraag voor vanavond, ja. Hebben we het vertrouwen dat de overheid dit soort grote transities überhaupt kan leiden? En lokaal dat wel. Op regeringsniveau nu zie ik het niet zitten met de VVD. Ja, ze durven soms keuzes te maken, maar soms ook niet. Ik zie het bijvoorbeeld in Amsterdam zie ik het wel gebeuren. Ja. Dan heb je gelijk kritiek, onder andere vanuit de VVD. Ik denk dat het op lokaal niveau wel gaat gebeuren. Daar heb ik wel vertrouwen in. Op het andere vlak, je hebt gewoon helemaal gelijk. Rens heeft het over monetair geld te bijdrukken. Soms denk ik, struikel over de berichten, met name alleen al de afgelopen maanden, over wat bepaalde bedrijven niet aan belasting betalen. Ik denk, ga eens een keertje daar belasting heffen. Dan kunnen we zo de mensen in Groningen helpen. Dan kunnen we zo de energietransitie betalen. Helder. Dan kunnen we zo het onderwijs meer geld geven. En dan hoef je helemaal geen geld bij te drukken. Ja. Ik wil jullie heel, heel hartelijk bedanken voor deze enorm inhoudelijke bijdrage. Na deze avond gaan we in de bar nog even verder hierover discussiëren, denk ik. Dank jullie wel. Ik wil graag naar het laatste onderdeel van deze avond. We praten verder namelijk over die rol van de overheid. En hoe die eruit zou kunnen zien met 2 PvdA-kopstukken. Ik ben blij dat ze na gisteren nog bij ons willen zijn. Bij het gewone volk, na het grote nieuws. We hebben natuurlijk oud-minister Jet Bussemaker, nu hoogleraar. Ik zou even kijken. Wetenschap, beleid en impact van de zorg. Dat moest ik wel even checken, excuus. En Annemarieke van Nierop, onderzoeker bij de WRD Beckman Stichting, hoofdredacteur van het blad SND. Ik zou jullie heel graag willen uitnodigen om aan tafel te komen zitten, alsjeblieft. Yes. Naast elkaar. Ja, welkom. Fijn dat jullie er allebei zitten. U kwam iets later binnen, maar volgens mij heeft u alles meegekregen over de rode draad van de avond, namelijk de grotere rol van de overheid. Fijn. Dan moet ik toch even refereren aan het interview dat u gaf toen u uw oratie gaf als hoogleraar. Ja. Want daarin gaf u eigenlijk al een voorzet. U zei daarin in dat NRC-interview, we hebben net iets te lang vertrouwd of gedacht dat mensen zichzelf wel konden redden. We moeten misschien toe naar iets wat dan met een mooie term een sociale investeringsstaat heet. NRC kopte vervolgens dat u vond dat de participatiesamenleving was mislukt. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat dus. Maar de vraag is wel, was dat wel een pleidooi voor een intensievere rol van de overheid? Nou ja, het paste wel in een breder kader, wat ik ook in mijn oratie heb gezegd. Als ik terugkijk, ook in de tijd dat ik actief betrokken was, dat wel een periode is geweest waarin uiteindelijk soms met de beste bedoelingen en ook soms noodzakelijk, dus wel heel veel verantwoordelijkheden van de overheid zijn weggeorganiseerd. Mm-hmm. En dat had met privatisering te maken, dat heeft met aanbesteding te maken, dat heeft met decentralisatie te maken, wat op zich niet per definitie slecht is. Nee. Maar de wijze waarop dat dan, waarop het geïmplementeerd en uitgevoerd is door gemeenten, ook heel veel onduidelijkheden heeft gecreëerd. En mijn punt is eigenlijk ook met de participatiesamenleving, is dat we, het is prima dat soms burgers meer kunnen. Hmm. Ik zou dus ook als oplossing van hoe zouden dingen anders kunnen, veel meer bijvoorbeeld met burgerinitiatieven, coöperaties willen experimenteren. Maar het idee dat iedereen dat kan, dat is wel overtrokken. Ja. En tegenwoordig gaat het niet alleen meer om sociaal-economische verschillen, maar het gaat ook om de vraag van begrijpen mensen het? Ik ben veel met laaggeletterden de afgelopen jaren bezig geweest. We hebben geen flauw benul
hoe die met een overheidsbureaucratie om moeten gaan. En heel veel professionals weten ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, de WER heeft recentelijk, vind ik, ook een mooi rapport geschreven. Weten is nog geen doen. Hmm. Er zijn ook veel mentale barrières die mensen ervan weerhouden om een verhaal wat psychologisch klinkt, te roken is slecht voor je gezondheid, dus je stopt. Alle hoogopgeleiden doen dat. Ja. Maar er is ook een groep, kijk naar VMBO-scholen, waar leerlingen nog steeds op grote schaal roken. Mm-hmm. Dat creëert dus bijna meer ongelijkheid in plaats van minder ongelijkheid, terwijl we dat met de beste bedoelingen doen. Ja. Nou, in dat kader heb ik gezegd, ook die participatiesamenleving, daar moeten we niet al te optimistisch over zijn, dat dat wel de oplossing voor alle problemen is. Want een ander WER-rapport, herinner ik me, is er eentje over de gezondheidsverschillen in Nederland, van Marianne de Visser. Die concludeerde dat na 30 jaar beleid de verschillen alleen maar groter waren geworden. Nou, dat ook, hebben we het over hetzelfde waarschijnlijk. Ja, ook, ja. Maar wat ik me afvroeg, dat generieke maatregelen dus niet werken voor... Dat niet alleen maar erger maakt. En dat zie je dus ook in het onderwijs. Ja. Er werd door Peter net gezegd van de overheid heeft te veel van het onderwijs eigenlijk weggeorganiseerd. Ik geloof dat het onderwijs nou nog een van de weinige sectoren is waar elke school gewoon onder minister van Onderwijs valt. Maar via de vrijheid van onderwijs hebben we het wel weer op een andere manier weggeorganiseerd. En krijgen scholen eigenlijk allemaal dezelfde middelen. Krijgen ze een klein beetje voor achterstandsmiddelen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar veel en veel radicaler in zouden moeten zijn. Wat bedoelt u met radicaler? Veel en veel meer het verschil durven aan te pakken. Wat houdt dat in? Verschil moet er niet zijn. Ja? Verschil moet je maken. Omdat de verschillen in sociaal-cultureel kapitaal zo groot zijn geworden. En daardoor sturen mensen hun kinderen naar huiswerkbegeleiding. En daardoor gaan ouders naar scholen en zeggen, ja, maar mijn kind is fantastisch en die moet een hoger advies krijgen. En dan slagen ze dan ook nog vaak in. Dat bijvoorbeeld scholen die in een soort visuele cirkel zitten, waar ze in een slechte leefomgeving zitten. Met weinig groen in de buurt. Met weinig docenten. Voor wie het ook nog heel zwaar is om daar te werken. Mm-hmm. Die zou je echt veel en veel ruimhartiger moeten compenseren. Dus dat is wat je bedoelt met radicaler beleid? Ja. 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 Dus verschillen duidelijker durven te compenseren. En zoveel beleid wat zo gericht is op de uitvoerbaarheid en op het idee, mooi idee van vroeger van de sociale rechtsstaat, betekent steeds meer dat we meer naar de uitvoerbaarheid en de gelijkheid kijken van burgers en uiteindelijk dit soort verschillen onvoldoende aanpakken. Ja. Wat zou dan een alternatief kunnen zijn? Ik las iets over een sociale investeringsstaat, inderdaad. Is dat een beetje behapbaar uit te leggen? Dat is precies dit eigenlijk. Ja. Een overheid die de regie neemt op dit soort onderwerpen en investeert in mensen. Ja. Door onderwijs. Daar kan je bijvoorbeeld bijscholing, net zoals in Finland doen, gewoon op school geven en aan alle kinderen die dat nodig hebben aanbieden. Ja. In plaats van dat we dat particulier inhuren. Dan moet je een overheid hebben die daarvoor kiest. Je moet ook investeren in momenten in het leven dat het lastig is. Als je kijkt naar de levensloop van een gemiddeld mens, dan zie je dat, hè, als je MBO 1 hebt en je gaat van school, dan is het moment dat je gaat werken best wel een moment dat het goed kan gaan of kan slecht gaan. Ja. En dan heb je een overheid nodig dat als het niet goed gaat, die naast je staat, die echt gaat helpen jou een plek te geven. Die desnoods een werkgever daarbij ondersteunt. Ja. Hetzelfde als dat je werkt en je wordt werkloos. Dan loop je nu tegen, heb je recht op een uitkering. Maar dan moet je aanvragen bij een digitaal UWV-loket. Mm-hmm. Als je laaggeletterd bent of je bent digibeet of je kent de taal niet goed, dan vraag je niet alleen die uitkering niet aan, maar dan word je ook niet geholpen met nieuw werk. Dus eigenlijk heb je een overheid nodig die dan die mensen helpt. Die zegt van, nou, we hebben heel veel mensen nodig in die duurzaamheidssector. Hè? Die ze daar naartoe begeleidt en daarin investeert. Ik denk dat die Green New Deal heel goed samen kan gaan met een overheid die mensen daar, ja, die investeert in menselijk kapitaal. En dat is een investering, maar het is wel een investering die zich later terugverdient. Ja. En daarnaast hebben we een overheid nodig die ook gewoon een vangnet biedt voor iedereen. Mm-hmm. Er zijn nu mensen met die als ze ziek worden niet verzekerd zijn. ZZP'ers. Dus je hebt dat vangnet, moet je zorgen dat iedereen
als hij pech heeft. Maar misschien is, misschien is een aanvulling ook goed om wel aan te geven. Het is niet zeg maar één model wat je nu bij het vuilnis zet en een nieuw model wat je from scratch gaat opbouwen. Ik denk dat er best wel een paar elementen zijn die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Ja. Als je gewoon bedenkt wat er allemaal rond veranderingen rond arbeid en zorg, man en vrouw, is gebeurd. Werk en privébalans. Daar liepen we enorm achter in Nederland. Vrouwen nog geen pensioen. Ze hadden totaal ongelijke rechten in de sociale zekerheid. Dus alles wat met kinderopvang is gebeurd, met verlofregelingen, is wel een aanzet. De scholing in plaats van een uitkering geven. Ik denk ook uiteindelijk, ik blijf een enorm voorstander van waar nuttig gesubsidieerde arbeid was ook een onderdeel van een investering. Namelijk om ervoor te zorgen dat iedereen recht op werk heeft. Ja. Ik denk alleen dat de vraag is wat mij betreft, welke elementen kan je daarvan doorradicaliseren en wat heb je nodig? Misschien ook in een nieuwe aanpak, dus met meer aandacht bijvoorbeeld voor ongelijkheid, om een toekomstvisie te ontwerpen. Dan heb je de overheid nodig. Ja, en we komen uit een tijd, uit een periode, zoals net ook geschetst door meneer Van Lieshout onder meer, waarin de overheid zich eigenlijk steeds meer terugtrok, dat noemde u zelf ook. Is het mogelijk om iets wat is afgebroken weer op te bouwen? Je wil het toch niet zoals vroeger hebben? Nee, maar een nieuw soort. Nou ja, wat ik heel erg merk, ook in mijn onderzoek, is dat toch, en ook in de praktijk trouwens van de afgelopen jaren, dat wat politicologen past dependency noemen, wel heel erg sterk aanwezig is. Dus je krijgt eigenlijk lagen van beleid waar oude mechanismes nog steeds doorwerken. Hoe bedoel je dat? Nou, dat bijvoorbeeld het neoliberalisme is misschien ideologisch wel op zijn retour, maar binnen departementen, binnen uitvoeringsorganisaties zit dat niet alleen nog in heel veel hoofden van mensen, maar ook in allerlei elementen in de regelgeving. Hoe werkt dat? Zeg maar, ik ben een ambtenaar en ik denk ik dan te veel in efficiëntie? Nee, maar termen in termen van efficiëntie, denken in termen van rendement, het denken in ook de efficiëntie in de uitvoering. Ja. Ook het mensbeeld wat er soms achter ligt, dat mensen een homo economicus zijn of misbruik willen maken van regelingen. Dus wat ik daar wil zeggen, het is heel moeilijk om daar, transitie is veel moeilijker dan iets nieuws bedenken. Precies. En daar zitten we nu wel in, hoe je ook in dat gebouw wat er al staat, met overheid, traditionele overheidsbureaucratie, neoliberalisme, effecten van bezuinigingen van de afgelopen jaren, hoe je daarin een nieuwe energie kan creëren om tot een andere richting te komen. Ja. Want wat was voor u, ik noemde net dat NRC-interview al een beetje, maar wat was voor u het moment dat u dacht, dit werkt toch niet? Nou ja, allang natuurlijk. Kijk, ik heb ervoor gekozen. Ik had denk ik veel makkelijker keuze kunnen maken door te denken, ik ga na de politiek wat anders doen. Dan hoef ik ook niet meer verantwoording af te leggen. Maar ik had echt wel de behoefte. Ik heb vroeger op de universiteit gewerkt. En ik had echt behoefte om weer meer na te denken en te reflecteren. En ook omdat ik op verschillende thema's in dat sociale domein heb gewerkt. Mm-hmm. Ook wel na te denken, zijn er nou andere manieren waarop het anders kan? En ik vind wel dat hier vrij algemeen over de overheid wordt gesproken. Mm-hmm, zeker. En ik denk eigenlijk, we moeten niet, de overheid is hier vaak te politiek. Ik heb erg behoefte om ook gewoon op decentraal niveau met burgers, met betrokkenen te kijken, kunnen we het anders organiseren? Ja. Wat zijn, nou dus we hadden het net eventjes over bijvoorbeeld gezondheidsverschillen. De afgelopen weken is heel veel in het nieuws geweest over de jeugdzorg, over de decentralisatie en de excessen daarbij. Wat zijn de schrijnendste gevallen van beleid waarbij het niet helemaal goed is gegaan, omdat we dachten dat mensen zelf redzamer waren dan dat ze bleken? Nou, ik vind schuldhulpverlening een heel helder voorbeeld. Ja. En vooral in combinatie wat ik nu zie, dat mensen in de relatie met zorg, dat ze bij zorgprofessionals komen en dat die ook met hun handen in het haar zitten. Mm-hmm. Omdat ze weten dat ze eigenlijk het probleem niet kunnen oplossen. Want het probleem is namelijk niet een medisch probleem. Het probleem is dat zij continue stress hebben door enorme schulden. Mm-hmm. En hoe je dat. Ja, ik
ik vrees dat dat de afgelopen jaren op een bepaalde manier wel erger is geworden. Het heeft natuurlijk ook alles met de crisis te maken. Maar het heeft er ook mee te maken hoe verschillende sectoren in zichzelf opgesloten zijn. En eigenlijk niet meer vanuit mensen zelf denken, maar meer te veel vanuit systemen. En hoe? Ja, ik heb wel, je ziet wel op decentraal niveau heel veel verschil. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld in hoe in Den Haag tijdens de crisis... Decentraal niveau is op gemeenteniveau? Op gemeenteniveau, ja. Dus in Den Haag en Rotterdam, die verschillen hemelsbreed van elkaar ook met hoe ze met die schuldhulpproblematiek gaan. Kijk, tijdens de crisis was er heel grote werkloosheid in Den Haag. Wat deed de gemeente Den Haag? Mm. Die geloofde in een sterke overheid. Die zei, ik neem 200 mensen die eigenlijk geen vaste verblijfplaats meer hebben, die echt problemen hebben, schuldenproblemen, neem ik in overheidsdienst als straatveger. Ja. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, oh, wat een denigrerende term. En ik ben met die mensen gepraat, die waren hartstikke trots op. Die waren ambtenaar. Hè? En niet alleen kregen ze een contract, ze werden ook geholpen bij een schuld. Ze hadden vaak verslavingsproblematiek, werden ze allemaal bij geholpen bij huisvesting. Dat is een heel andere manier dan in Rotterdam, waar mensen als tegenprestatie voor een uitkering de straat moesten gaan vegen. Weet je, dat is, daarin zie je wel degelijk echt een verschil in de keuze die je kan maken. Ja. En dan kun je zeggen, het is heel abstract om over de overheid te praten, maar het geloof dat je als overheid wel het verschil kan maken, vind ik wel belangrijk. Ja. We hadden het net al even over dat gedachtegoed van het neoliberalisme. En het idee dat, in dit geval vertalen we dat naar zelfredzaamheid. Maar kunt u het anders mee terugnemen naar die tijd waarvan wij dachten dat een oplossing was? Op meer marktwerking bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs? Waarom was dat een oplossing? Voor welke problemen dachten we toen dat beter was? Om de vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Ja. Overigens, dat is nooit mijn idee. Gelukkig ook niet van mijn partij geweest. Nee. Wel, het onderscheid, wat goed is geweest van het nieuwe stelsel, is het onderscheid wegwerken tussen het ziekenfonds en particulieren. Ja, dat... Ik denk ook dat het aansluiten van vraag en aanbod bij veel onderdelen, dat de markt daar wel bij kan helpen. Wat ik wel het grootste probleem vind in de zorg, is dat er eigenlijk niemand meer regie heeft. Hmm. Het ging hier in het begin over ziekenhuizen die failliet zijn gegaan. Ja. Nou, ik heb ik weet niet of ik daar trots op moet zijn, maar ik ben verantwoordelijk geweest voor het faillissement van Meavita, de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland. En ik ben nog steeds blij dat ik dat gedaan heb. Want het was een heel slecht signaal geweest. Want het waren namelijk echt mensen die tent ontzettend slecht aanstuurden. Niet uit waren op goede zorg. En als je dat beloond had, dan had je daarmee ook die wijze van besturen beloond. Ja, maar wat wij gedaan hebben, is niet de thuiszorgorganisatie is wel failliet gegaan. Maar samen met de NPCF, de patiëntenorganisatie, heb ik achter de schermen nieuwe stichtingen opgericht. Waar zij in het bestuur zaten. En daar zijn toen uiteindelijk de middelen naartoe gegaan, waardoor geen enkele patiënt, geen enkele burger daar last van heeft gehad. En eigenlijk vind ik het jammer dat we toen niet hebben gezegd dat die patiënten ook daar in het bestuur zouden moeten plaatsnemen. Ik had het dus eigenlijk nog één stap radicaler willen doen. Want ik zie wel ook toen dat met een instelling, met een NZA, met verzekeraars, ik heb regie genomen, maar het was ontzettend moeilijk, ook toen als bewindspersoon, om de regie te kunnen nemen. Ja. En daar is wel echt iets heel erg misgegaan. Omdat als ik het voor de schermen had gedaan, was het me helemaal nooit gelukt. Want dan was het gelijk een politiek debat geworden. Ik bedoel, ik heb ook ROC-leider gehad. Dat was wel een publiek debat. Daar riep de VVD van, laat die tent toch gewoon failliet gaan. Ik zei, er staan er dus volgende week 7000 mbo-studenten op straat. Dus soms is het ook, dat is best wel, ik zeg ook maar, dat is best frustrerend. Want soms bereik je goede resultaten, die eigenlijk best wel veelbelovend zijn, alleen maar achter de schermen. En met al het shitnieuws kom je altijd wel in de krant. Ja, want de principevraag in die discussie over dat ziekenhuis ging om een principevraag. Namelijk, mag een ziekenhuis failliet gaan? Nou, mag dat de ultieme consequentie zijn? De lijn die we met Meavita hebben ontwikkeld en die nog steeds zou moeten gelden als het goed is, is VWS is verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg. Ja.
niet voor de continuïteit van de aanbieders. En daarmee dus ook niet met de CEO's, als ze zich zo willen noemen, die daar de tent aan sturen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de zorg. En ja, dat blijft natuurlijk best wel een ingewikkelde kwestie, hoe je dat moet doen. Dus dan is het antwoord ja, dat mag. Maar die lijn vind ik nog steeds, die lijn vind ik nog steeds goed te verantwoorden. Ja, ja. Nu is het, het samenwerken, want nu gaan we even terug naar die tijd en naar Paars en daarna, en misschien ook wel het vorige kabinet met de PvdA erin. Het wordt vooral met name de PvdA vaak verweten dat er samen is gewerkt met marktpartijen en dat daardoor misschien te veel ruimte is gekomen voor, om even een term erin te gooien, het grootkapitaal. Is dat terecht? Ja. Dat vraag ik aan de onderzoeker. Oh. Ja, is dat terecht? Zien jullie dat zo? Nou, ik denk dat als je achteraf ziet wat er beter had gekund. Wat ik een fout heb gevonden van het afgelopen kabinet is dat er geen visie was, dat er geen richting was. Dat er leek alsof er uitgeruild is. Mm-hmm. Dus ik vind dat je wel duidelijk, dat vind ik echt een fout. Dat je die niet laat zien waar je naartoe wil. Ja. Dus dan laat je aan de markt waar het heen gaat en dan stuur je een beetje bij. Dat vind ik echt een fout geweest. U zat in dat kabinet? Ja, ik denk, ja goed, we begonnen op een onmogelijk moeilijk moment. Ik denk wel dat achteraf, dat toen het beter ging, we daar misschien ook radicaler hadden moeten zijn in waar middelen op dat moment naartoe hadden gemoeten. Ja. En bij Paars, ja, goed, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat we toen ook de discussies over de derde weg hadden. Ik heb toen met Rick van der Ploeg een boek geschreven. Ja. Linkse visies op de derde weg. Ja. Waarbij ik toen dus ook wel ook openlijk bepleit heb. Die derde weg zitten misschien best wel goede elementen in. Maar wij moeten wel, wij gaan niet mee in die stroom van het Engelse en het Anglo-Saxische denken. Ja. Wij staan daar links van. En dat vraagt dus ook op een andere manier. Een andere manier van acteren. En ook eigenlijk met veel meer burgerbetrokkenheid. Is dat realistisch gebleken? Nou ja, ik bedoel, we zijn er nog niet in geslaagd. Maar ik zou zeggen, er is werk te doen. Ja, we kijken even naar nu, gisteren. Uitslag, PvdA. Is het dan gelukt om daar een antwoord op te vormen? Om daar een soort van comeback op te formuleren? Of ik bedoel, is het voor het PvdA... Is daar een nieuw antwoord op te formuleren? Op hoe ze moeten omgaan? Het heeft omgaan? Niks met gisteren te maken. Nee, maar het gaat weer goed. Het gaat weer even goed. Maar ik bedoel, is er een nieuw antwoord te formuleren op... Misschien wat jullie eerder niet goed hebben gezien. De discussie net ook al ging ook al wel heel erg, vond ik, impliciet over de complexiteit... wat partijen kunnen doen in een tijd waarin je nog altijd coalitieregeringen zal moeten zijn. En hoe je compromissen sluit. Want ik vond dat er net in de vorige ronde af en toe wel makkelijk geroepen werd. Ja, de overheid, laat ze nou gewoon die snelheid laten afnemen en laat ze meer investeren. Vind ik eigenlijk allemaal ook wel. Maar ik heb wel met een partij in een kabinet gezeten. En ik wist precies wat er gebeurde als ik dat riep. Dan riepen zij het tegenovergestelde. Ja. En dan gebeurt er dus uiteindelijk niet zoveel. Dus de overheid is niet... dat zijn wij, wil ik maar zeggen. Ja. Dat is niet zomaar één partij die het wel even makkelijk kan gaan regelen. Dat kan gewoon in Nederland niet. Nee, dan komen... Ja, met het risico dat je dus ook sneller meer buitenspel staat. Maar het geloof dat je wat als overheid wat kan doen en dat je sturing kan hebben en dat je dat niet de markt de leiding moet laten nemen en zelf bijsturen, maar dat jij bepaalt waar het heen gaat en dat de markt kan bijsturen, dat je dat... Nou ja, ik vind nog ook, ook richting Europa en het goede stabiliteitspact. Je zou als overheid, zou je een... ze hebben natuurlijk met milieu gebeurd met Parijs, met de milieuwet. Maar je zou ook kunnen zeggen, waarom is in eerder tijden niet gesteld... Je kan ook afspreken dat de werkloosheid nooit boven de 5% mag komen, zou ik maar zeggen. Dat er andere doelen waren gesteld. En daar is wel een soort onevenwichtigheid, denk ik, ontstaan. Wat u net zei, dat raakt eigenlijk ook aan de hoofdlijn van deze avond. Hè? Kan zo'n idee van de New Green Deal... of wat Marianne Mazzucato de Amerikaanse en de Britse overheden vraagt... kan dat in een polderlandschap, een poldermodellandschap als Nederland, bestaan? Ja, misschien is het polder wel een beetje uit. Ja. Hè? Moeten we daarmee stoppen? Ja. Dus dan is het antwoord ja. Nou, of we een andere manier daarvan vinden, maar niet meer de manier waarin de overheid alle regie uit handen geeft. Ik geloof net de discussie hiervoor heel erg dat je zo'n Green New Deal niet gaat realiseren met tafels. Waar je het bedrijfsleven samen met belangengroepen... Ja. Dat werkt gewoon niet. Dan je moet zelf
bepalen welke keuzes je maakt en daar de bevolkingen meenemen. Ja, maar u heeft in een kabinet gezeten, in de praktische realiteit van de politiek, waarbij je compromissen moet sluiten. Is het in de buurt van realistisch om inderdaad dat we die kant op gaan? Nou ja, ik blijf een voorstander van polderen. Omdat ik denk dat het soms wel moeilijker gaat, maar als je een keer wat hebt, ook duurzamere oplossingen hebt. Ja. Want anders krijg je precies wat net ook al werd besproken. Dan heb je één idee en dan denk je eindelijk, je bent het kabinet eens, maar dan komt er een krant of dan komt er een andere krant en die maakt daar korte metten mee en een grote campagne en dan wordt één partij bang. En dan valt het alsnog in het water. Ja. Maar je moet wel meer sturing geven, denk ik. Ja. En mijn indruk is, dat wat er met die tafels nu bij het milieu is gebeurd, ja, dat eigenlijk wel gewoon de hele doelstellingen, het hele probleem naar de tafels is verplaatst. Hmm. En je zou eigenlijk moeten zeggen, en volgens mij zei jij dat net ook, dit zijn de kaders waarbinnen het moet. En ja, nu wil ik dat jullie gaan kijken met elkaar, en dat zal nog heel veel problemen opleveren, hoe we dat dan op een verantwoorde manier kunnen doen. Ja. Is het... maar wilt u heel veel wachten? We zijn er bijna, echt. Sluit hierop aan, waarom vragen jullie niet als politieke partijen aan de bevolking dat er eens een discussie komt? De zwijger moet niet zwijgen, maar die moet de bevolking voor een aantal keuzes zetten. Want anders hebben ze geen draagvlak. En volgens mij hebben we daar ook verkiezingen voor. Nee, ho. We gaan zo direct verder. U heeft nog 5 minuten. Ik weet dat het te lang duurt. We komen zo. En dan komen jullie echt allemaal aan de beurt. Beloof ik echt. Plechtig. Even los van de vraag van deze meneer. We hebben nu te maken met een nieuwe generatie politici, bijvoorbeeld in Amerika, die dus grootse ideeën aanstipt. En in Nederland speelt dit debat dus ook al voor een deel. In de praktijk van de politiek, is dit aan een nieuwe generatie om dit soort dingen door te voeren? Of kan dat ook met het huidige kabinet? Nou, het huidige kabinet niet. Nee, maar ja. Wat je ziet is dat ook mensen... bijvoorbeeld neem Herman Schenk-Willink. Mm-hmm. Ja. Die heeft altijd wijze dingen gezegd, maar die heeft nu op zijn oude dag eigenlijk heel veel wijsheden die hij eerder in rapporten van de Raad van State opschreef, heeft hij nu onder de oproep groter denken, kleiner doen. Ja. Op een hele, vind ik, mooie, bijna pamfletistische wijze samengevat. Ja. Dus het heeft niet zozeer met leeftijd ben ik niet eens te maken. Okay. Het heeft wel met een manier van denken te maken. En misschien ook wel met het meenemen juist van eerdere ervaringen. Precies, ja, in de jaren 70 dachten we ook zo. Hè? Dus je kan daar ook weer van leren. Ja. Dus dan blijft de vraag, dan is het dus eigenlijk mogelijk binnen de huidige kaders. Een grotere rol voor de overheid en meer aandacht voor investeringen in mensen. Ja, alles is, niks is onmogelijk volgens mij. Maar de vraag is wel hoe je dat voor elkaar krijgt. En daar is natuurlijk, dat begint niet alleen met een overheid, maar dat begint met de maatschappelijke en politieke wil bij de bevolking. Ja. Dus het gaat echt niet werken als we nou alleen maar blijven zeggen dat de politiek het nou maar eens een keer moet doen. Dan moet het beginnen, denk ik, veel meer maatschappelijk bewustzijn. Ik denk wel eens, weet je, in het begin toen we met de hele verzorgingsstaat nog voort, weet je, van Van Houten, het besef dat waarom riolering belangrijk was. Omdat dat voor dat iedereen gewoon kwaliteit van leven van iedereen diende. En zo zou je misschien nu ook over duurzaamheid of armoede of schuldhulpverlening moeten denken. En dat betekent dus inderdaad wel groter denken en meer vanuit waarde durven denken en minder gelijk vanuit uitvoering van beleid. Efficiëntie, helder. Ja. Ja. Ja, we zijn een beetje uitgelopen, dus wie er vragen heeft, sta alsjeblieft op en stel ze. Ja, nee, we beginnen met deze mevrouw, geen zorg. Wat wil je vragen? Hartelijk dank voor een heel fijne avond en heel goede woorden. Ik vind echt fantastisch alle wat wordt gezegd over het uitbreiden van de sociale investeringsstaat. En voor meer de mensen op de kaart te brengen en centraal te laten staan. Mijn vraag gaat over financiering. Mm-hmm. En of de filosofie van neoliberalisme waar marktwerking moet altijd worden gehouden en waar boekhouding eigenlijk centraal staat, of er dan de politieke wilskracht is, of er de wilskracht is ook bij de bevolking om meer geld gewoon uit te geven. Is er genoeg wil binnen bij de bevolking om extra geld uit te geven voor deze investeringen? Nou,
Ja, dat is het punt. Er was bij de eerste ronde wel heel kort gesproken over de Europese Stabiliteitspact. Ja. En dat is misschien een heel oude wet wat nu in de weg staat van een nieuwe manier van denken. Ja. Maar is Nederland bereid om eigenlijk over deze drempels te gaan en te denken naar een ander soort van financiering? Ja. Het kan alleen als mensen daar voordeel hebben. Dus als je iets biedt waar mensen in hun dagelijks leven hun leven beter wordt, en niet alleen voor een bepaalde groep, maar voor een grote groep, waarin de ongelijkheid minder wordt, dus je democratie overeind houdt, zoals Marcel ten Hove vertelde. In principe investeren in mensen verdient zich ook terug. Als jij iedereen laat werken, dan scheelt dat heel veel in uitkeringen. Dus het is niet per se. Het vergt geld, maar je krijgt ook weer een deel daarvoor terug. Ja. Even kijken, er staat nog een meneer bij. Wilt u ook nog even? Ik heb er wat nodig over gezegd. Ja. Net. Nee, ik had één vraagje eigenlijk over de hele avond, maar ook nu. En een vraag aan u. Een stukje wat ik gemist heb vandaag is de macht van de lobby. De macht van de multinationals. Ja, zeker. We hebben het neoliberalisme behandeld. Maar daarbij is natuurlijk ook de invloed van multinationals, het groot kapitaal. Marcel noemde het een beetje, maar je hebt gelijk. Ja. En dat is ook een van de krachten van AOC natuurlijk. Die heeft dan meteen mee gebroken. Mm-hmm. Die heeft ook gezegd van, ja, ik teken een no-pact deal. Dus mm-hmm. ik neem geen no fossil fuel money. Ja. In Nederland zien we ook de invloed van multinationals. Nou, Shell noem ik dan eventjes. Dat is een makkelijk voorbeeld. Ik vraag aan u van, u heeft ook in het kabinet gezeten. U heeft met lobbyisten gepraat en ook met anderen. Hoe ziet u oplossingen om zullen we zeggen, de politiek los te trekken van de macht van de markt, van de multinationals? Ja, maar het is wel veel gecompliceerder dan alleen maar de lobbymacht van de multinationals. Ik bedoel, de ene partij is natuurlijk gevoeliger daarvoor dan de andere. Maar ik vind dat wij ook wel. Ik heb bijvoorbeeld als minister van Onderwijs, is het moeilijk, hoewel het dus allemaal publiek geld is, om daarop te sturen. Omdat we dat allemaal. Je zit de hele tijd met raden van bestuurders aan tafel. Die eigenlijk vooral zelf willen bepalen mm-hmm. hoe het moet. Dus ik wil mm-hmm. maar zeggen, die lobbygroepen, nou is dit niet echt een lobbygroep, maar wel een belangengroep. Dat loopt veel meer door elkaar heen en is veel bepalender dan dat het alleen maar een paar bedrijven zouden zijn. En dat heeft ook wel weer goede kanten, ja. Omdat het betekent dat de directe invloed van de minister ook kleiner is. Ja, en dat vind je niet fijn als je zelf op die stoel zit. Maar je vindt het wel fijn als er iemand zit die politieke opvattingen heeft die de jouwe niet zijn. Dus het is ook een soort, hoe noem je dat? Een soort stootkussen om ook niet te grote veranderingen te krijgen. Want je maakt iedereen. Werknemers, maar ook scholen of professionals in de zorg gek als je elke 4 jaar iets totaal anders gaat doen. Maar ik denk wat jij bedoelt is meer concreet. Grote bedrijven die geld geven aan politieke campagnes en daarmee invloed genereren. Maar er zijn maar een paar partijen. Er zijn heel veel partijen, ik bedoel, die daar helemaal niet aan meedoen. Er zijn maar een paar partijen, de PVV, die geen openbaarheid wil geven. Maar er zijn een heleboel partijen niet die helemaal wat ik bedoel. Oh, sorry. Die niks aannemen. Nee, wat jij bedoelt, het klopt al. Het is niet alleen donaties aan partijen, maar het kan ook op veel subtielere wijze natuurlijk. Ja. En de achterkamertjes en de dividendbelasting. Wat is wat voor carrière na politici is? Zijn er ook politici? Dit is een opstap voor een topbaan in het bedrijfsleven. Ik heb er nooit enige binnen partijen van gehad. Maar het geeft wel een beeld over de politiek. En zeker de politieke partijen die de afgelopen 20 jaar aan de macht zijn geweest. Ja. Ja, die hebben ook wel een invloed in het bedrijfsleven. En dat vind ik jammer. Laat ik zo zeggen. En ik zoek oplossingen. En merk dat jij het probleem niet erkent. Ja, dan kunnen we ook niet een oplossing. Nee, ik zeg alleen, ik heb het zelf nooit ervaren. Nee. Ik heb in al mijn functies heb ik nooit directe lobby op die manier van het bedrijfsleven gehad. Ja. En ik heb ook nooit een gesprek gehad over dat ik misschien daarna daar iets zou gaan doen en dat mijn beleid zou beïnvloeden. Thuis op de wel. Oplossingen zo. Een van de oplossingen zou zijn, als ik even nog wat lijnen van deze avond mag trekken, als jullie me toestaan. Een van de oplossingen zou zijn dat de liberalen hun gedachtegoed weer echt serieus nemen. En de kern van het liberale gedachtegoed
is dat machtsconcentraties ongewenst zijn. Ja. En dat geldt dus ook voor economische machtsconcentraties. Ja. Dus het idee dat de liberalen gunstige maatregelen moeten treffen voor multinationals is een aliberaal idee, want dan bevorder je juist machtsconcentraties. Ja. Eens, ja. Dus ik denk dat als we even nog kijken naar de vorige discussies. Als je goed milieubeleid wil voeren, als je goed sociaal beleid wil voeren, dan begint dat met het weerstaan van het neoliberalisme. Mm. Want wat is het kernprobleem van het neoliberalisme? Dat is dat de bestaanszekerheid van mensen minder is geworden. Een enorme onzekerheid over publieke voorzieningen, over de toekomst van je land, van je wijk. Ook inkomensonzekerheid, werkonzekerheid is als gevolg van die deregulering, privatisering, neoliberalisme afgenomen. En dat zou voor alle drie de ideologieën die we hebben een boodschap moeten betekenen. Voor de Partij van de Arbeid betekent dat zij weer het idee van bestaanszekerheid voorop zetten en dus nadenken hoe ver ze mee moeten gaan in het afbreken van de overheid. Daar hebben ze een vergissing gemaakt. Voor de liberalen betekent dat zij het liberale denken als het gaat over machtsconcentraties weer serieus nemen. En de christendemocraten moeten weer eens denken aan hun twee beginselen, broederschap en gedeelde solidariteit. Ja, eens. Het begint bij de politiek. Het begint eens. Ja. Ja. Jongens, ik wou het graag hierbij laten. Lijkt me heel goed als jullie bij elkaar straks bij de bar. Ga vooral allemaal beneden naar de bar en neem een drankje. Ik raak allemaal in de war van alle stemmen hier. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze avond. Ik wil ook de sprekers heel erg bedanken voor deze avond. Ik wil jullie nog een fijne avond wensen en heel graag tot de volgende keer hier. Dankjewel.